Er is een Joris die volop in beweging is, op veel gebieden, om de draken te verslaan. Maar in tegenstelling tot Joris en de draak, staat onze Joris niet alleen. Wij doen het samen. We hebben afgelopen jaar met elkaar hard gewerkt aan onze speerpunten. Ken de cliënt en kijk wat zij belangrijk vindt, geholpen door verwanten. Kleinschalig leven, vormgegeven door deskundige teams. Eten en drinken, vanuit onze visie zo gewoon als kan. Verdere inbedding van behandeling, met aandacht voor medicatie en multidisciplinair overleg. In ons personeelsbeleid is veel aandacht besteed aan ruimte en deskundigheid. En mede dankzij de kwaliteitsgelden van de overheid hebben wij ook mogelijkheden gekregen om dit te verwezenlijken. De thuiszorg vinden we natuurlijk heel belangrijk. We zien dat mensen steeds langer kwetsbaar thuis blijven. Vanuit de eigen kracht en zelfredzaamheid van de cliënt, samen met de netwerken rondom de cliënt, zorgen wij ervoor dat we de juiste zorg op de juiste plek bieden. Wij doen dit in 2020 nog verder door onze teams in hun kracht te zetten ten aanzien van het werken vanuit positieve gezondheid. In 2020 zal in de intramurale zorg het speerpunt zich richten op de cliëntvriendelijke omgeving. We kunnen wel zeggen dat dat het enige is wat we doen, maar het is ook zo dat we in verbinding staan met de omgeving om ons heen. Deze omgeving zal in beweging blijven. Dus zaken als omgaan met zorgtechnologie en wetgeving zal uitdagend blijven om dat goed te verwerken in die cliëntvriendelijke omgeving en in onze visie. Het belangrijkste is en blijft dat we de veranderingen vasthouden en verder uitwerken vanuit onze nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. We doen dit vanuit het gedachtegoed van kleinschalig leven en vanuit een functiehuis waar ieder zijn eigen functie en rol gaat invullen. Hoe gaan we dit nu samen doen? Als Raad van Toezicht kijken we vanuit onze rol naar hoe het met Joris zorg gaat. En die rol, dat is nu eenmaal het houden van toezicht. We kijken daar als vertegenwoordiger van de maatschappij hoe Joris zorg het doet en hoe Joris zorg ook de geboden gelden benut. Het is maatschappelijk geld, dus dat moet ook maatschappelijk verantwoord worden. Daarom denken we mee over de strategie. De keuze waar we voor staan. Hoe Joris zorg steeds reageert op alle veranderingen in de maatschappij en in de omgeving. Wat doen we met de nieuwe wet en regelgeving? Wat betekent nieuwe financiering? Wat doen we met nieuwe zorgtechnologie? We kijken daarbij echt naar de grote lijnen, de rode draad. Hoe is onze strategie ook toekomstbestendig? Kunnen we continuïteit blijven leveren? Zijn geplande investeringen verstandig? Kunnen we de ingeslagen veranderingen goed uitvoeren en met medeneming van iedereen in de organisatie? Daarvoor sparren we met de bestuurder. We spreken regelmatig met de ondernemingsraad en met de cliëntenraad. We zorgen dat we ons laten informeren door het managementteam. En ook bijvoorbeeld door de accountant, die natuurlijk het financiële plaatje ook goed kan laten zien. En daarnaast hebben we ook lokale contacten, zodat we ook de plaatselijke ontwikkelingen goed kunnen blijven volgen. En zo willen we bewaken dat Joris Zorg de rol goed blijft uitvoeren en dat ook in de toekomst kan blijven doen. En ook in de toekomst kan blijven bijdragen aan een goed en zinvol leven van onze cliënten. We letten dus erg op de continuïteit. Niet alleen hoe we het nu doen, maar ook hoe we het in de toekomst kunnen doen. En dat betekent dat we echt informatie nodig hebben van alle geledingen. We kunnen alleen onze rol als Raad van Toezicht goed blijven uitvoeren wanneer we die informatie blijven ophalen en blijven kijken wat iedereen ons kan vertellen over het goed functioneren van Joriszorg. Dat betekent dat we elkaar nodig hebben, verbinding in verandering. De CR staat voor een cliëntvriendelijke omgeving. Dit moet een rode draad zijn die door de hele organisatie heen loopt, waarbij cliënt met zijn of haar verband centraal staat. Daarom zijn de verwantencommissies zo belangrijk. Zij zijn de oren, ogen en mond van onze cliënten. Er moet een goede verbinding zijn met de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft een helikopterfunctie boven alle verwantencommissies. De cliëntenraad heeft voor 2020 6 speerpunten. Kleinschalig leven,
eten en drinken en de verbouwing die daarmee samenhangt. Wij willen de samenhang gaan zien tussen deze onderwerpen en graag ook een tijdsplanning zien waardoor we alles goed kunnen volgen. De verwantcommissies. De verwantcommissies moeten volledig bezet zijn en moeten allemaal op eenzelfde manier gaan werken, zodat ook bij de overdracht naar nieuwe verwantencommissies dit duidelijk is. De thuiszorg. De verwantencommissie bij de thuiszorg staat nog in de kinderschoenen. Hier zijn we pas mee gestart. Dus die moet aan het eind van 2020 goed op de kaart staan en er moet een verbinding zijn met de WMO. De klantreis. We zijn een complete map aan het ontwikkelen die bij iedere nieuwe cliënt aangeboden wordt, waarbij ook meteen een welkomstbrief zit van de CR en de verwantencommissies. Het vijfde speerpunt is het MDO met de contactverzorgende. Staat in 2020 de cliënt ook echt centraal tijdens de MDO? En wat is de bijdrage daarvan van de contactverzorgende? En wat kunnen wij daar als verwantencommissie en cliëntenraad nog meer aan bijsturen om dit nog beter te laten lopen? En het zesde speerpunt is cliënttevredenheid. We willen een manier gaan ontwikkelen waarbij we ook echt de cliënten kunnen gaan interviewen, zodat we het ook echt bij de cliënt op kunnen halen en van daaruit weer in de organisatie verder kunnen dragen. Het is een groot pakket wat de CR op hun schouders neemt voor 2020. Daarom hebben we ook een verdeling gemaakt, zodat ieder cliëntenraadslid 1 of 2 speerpunten heeft als aandachtsgebied wat ze dit jaar en 2020 zo goed mogelijk willen gaan volgen. Ook de CR doet dit alles in verbinding, in verandering, samen met Joriszorg. De ondernemingsraad vertegenwoordigt de achterban van Joriszorg. Wij hopen in 2020 op bijna alle locaties van Joriszorg een OR-lid te hebben werken, zodat we de ontwikkelingen van alle locaties en teams kunnen volgen. De OR staat voor medewerkers. Zonder medewerkers geen zorg voor onze cliënten. Tevreden medewerkers zijn gemotiveerde medewerkers. En gemotiveerde medewerkers zijn betrokken medewerkers. En dat komt de cliënt alleen maar ten goede. Wat onder andere onze aandacht heeft, zijn de plannen en de acties die voortkomen uit het medewerkersonderzoek van Effectory. Het nieuwe functiehuis en dan vooral de nieuwe functie van coördineerd verpleegkundige en regieverpleegkundige. De ontwikkeling van deze groep medewerkers en de evaluatie hierop is erg belangrijk. Ruimte en deskundigheid bij medewerkers verder uitbreiden. Uitdaging en zorg blijft de arbeidsmarkt. We vissen tenslotte allemaal in dezelfde vijver. Belangrijk is dat we de huidige medewerkers behouden en nieuwe medewerkers aan ons kunnen verbinden. Verbinding in verandering. Dus in 2020 gaan we samen verder met verbinding in verandering. Want samen klopt ons hart van Joris.